Nieuwslezer Herman van der Zand is vandaag zelf het nieuws van de dag. Hij maakt een transfer van het journaal naar NOS Sport. Helemaal onverwacht komt die transfer niet. Van der Zand is eerder al het gezicht van de Paralympische Spelen. Het is dag 6 van de Paralympics en Sochi. En het is vandaag vrij rustig op de hellingen van Roza Kutor. Er is nog een beetje slalom. Herman voelt zich prima thuis achter de NOS Journaaldesk. Met name de nieuwe losse stijl die geïntroduceerd wordt, is hem op het lijf geschreven. Ja, ik dacht al. Dat klopt helemaal niet. Dat hoorde natuurlijk een filmpje bij. In plaats van zat u naar mij te kijken, is natuurlijk niet de bedoeling. Maar zijn absolute moment of fame is natuurlijk tijdens de verkiezingen, wanneer hij zijn bijnaam Herman de Scherman verdient. 97,7%. Dus we missen nog 2,3% van de stemmen. Dat zijn, zoals gezegd, 11 gemeenten. Van het laatste had je natuurlijk al afscheid genomen. Dion Stax doet het tegenwoordig. Ja. Wist je eigenlijk toen al dat dit zou kunnen gaan spelen toen je dat besluit nam? Nee. Ik heb niet voorgesorteerd op een transfer naar sport. Nee, ik wilde echt de Scherman, daar was ik eigenlijk wel klaar mee. Dat werd groter dan mezelf. Ik kon het eigenlijk niet meer in bedwang houden. Je kon niet meer aan? Nee, eigenlijk niet. Ik had het idee dat mensen met bier en chips naar de verkiezingen gingen zitten kijken. Misschien is dat wel goed. Aan de andere kant is dat toch niet helemaal wat je wil bereiken. Dus... Nou ja, aan de andere kant, juist doordat je een... Ik zeg altijd, als iemand een bijnaam heeft, ben je een character geworden. Dan vinden mensen jou aantrekkelijk op een of andere manier. Kijken ze graag naar je, dus het is ook een compliment. Ja, laat ik zeggen, van die bijnaam ben ik nog lang niet af. Dus die heb ik gewoon nog. Daar hoef ik niet eens meer in de buurt van een scherm te komen. Hoe is het gegaan? Je zou schermen moeten gaan verslaan. Nou, er was vandaag al een foto op Twitter met hem als schermer. Oh, ja, nee, ja die, maar dat is ook meteen na de verkiezingen al gedaan. Ja, nee, maar goed hoor. Nee, ik voel me er ook op mijn gemak hier ook overal schermen. Nee, maar het is een... het is goed dat het klaar is. Met welke woorden heeft Maarten Noter, ongetwijfeld hoofdredacteur van Studio Sportje, overgehaald om naar zijn stal te komen? Kom bij ons. En toen zei je ja. Nou ja, eigenlijk wel. Dat was het gesprek. Ja, ik heb wel even over nagedacht natuurlijk. Van wat voor avontuur ga je aan? Wat staat je te wachten? Je gaat weg van een plek waar het ontzettend leuk is. Waar super collega's prachtige programma's maken. Maar ik was ook wel toe aan iets nieuws. Dus het kriebelde. En als dan binnen het bedrijf een kans komt om voor sport te gaan werken. Wat mij na aan het hart ligt. Waar ook topmensen geweldige filmpjes maken, programma's maken. Ja... ik heb er even over nagedacht, maar ook niet heel lang.